uitwisseling tussen Frisselstein en Nozungit Apollo. Gebeurt er vaker dat jullie uitwisselen? Ja, dat vinden wij erg leuk om te doen. En dan, met uitwisseling geeft garantie op twee concerten. Dat is altijd leuk. Je gaat een keertje naar hun toe en ze komen een keertje terug. We hoorden net het opstaporkest. Hoe lang spelen deze mensen al? Nou ja, ja. Er zijn een aantal mensen, zeg maar, de jeugdleden, die stromen door. Die komen eerst in TOF, dan als ze een A-examen hebben gehaald, dat is meestal na 2 jaar, dan mogen ze bij opstap aanschuiven. Dus dan hebben ze eigenlijk minimaal 2 jaar les allemaal, maar sommigen hebben ook al wat langer les. Die... Gewoon omdat het leuk is om ervaring op te doen op het podium. Omdat het leuk is om te zien dat andere leerlingorkesten ook leuke muziek maken. Je kunt van heel veel dingen van elkaar leren. Je kunt luisteren of zij misschien muziek hebben die jij ook leuk vindt om te spelen. Maar eigenlijk is het belangrijkste door podiumervaring opdoen en anderen laten zien dat samen muziek maken heel erg. Samen muziek maken. Laatste nummer. Hebben jullie met z'n, heel veel, maar even met 2 orkesten opgetreden? Ja. Van tevoren geoefend? We hebben niet samen geoefend. We hebben tweede Pinksterdag de muziek gekregen. Op verzoek van Frisseltrein. Met Frisseltrein hebben we een nummer samen gedaan. Dat is dit nummer geworden. Zij hadden dat al een half jaar in hun repertoire zitten. Wij zijn 4 weken geleden begonnen. En het is toch gewoon heel erg mooi om te zien wat je in korte tijd, met een beetje studie en heel veel hulp van de dirigent, ja, met z'n allen, met samen neer kunt zetten.